Welkom hier op Speedway Blauwhuis voor eindelijk de Battle Night. Wim Peters, kom terug. Wim Peters. Ja, een beetje wegrennen van mij. Oh, dat begint gelijk weer goed, die pitwalk hier. Hij rent gewoon voor me weg. Nou, we lopen hem gewoon achteraan. Hij ziet dat ik begin en hij rent gewoon keihard weg. Ja, leuk begin van de pitwalk. Wegrennen van mij, hè? Foei. Wim Peters, dit ging ze Night, Battle Night. Die titel, ja, hij ligt voor het grijpen weer. Ja, voor iedereen denk ik ook wel. Dus dat wordt niet makkelijk, maar we gaan op dat soort dingen. Ja. Hoe groot zijn de kansen, denk je, voor jou voor vandaag? Vorige keer drie keer pas met deze auto gereden eigenlijk. Ging niet verkeerd. Dus hopelijk kunnen we ook wel vanmorgen. Ja, we zullen het zien. Heel veel succes. En heel sneaky door de achtergrond zag je hem al lopen. Roland Lausma natuurlijk. De Battle Night een keer niet. Tijdens de Koningsdag. Maar even een keer daarna. Ja, nee, helaas. We moesten hem verschuiven. Ja. Vanwege de weersomstandigheden. Ja, en als je nu naar boven kijkt. Nou, je ziet gewoon zon. Het is nou schitterend. Wat een verschil met 2 weken geleden. Ik denk dat dit een goede beslissing was, Meindert. Ja. Absoluut. Ik weet niet hoe jij erover denkt, maar zeker. Ja, ik ben er helemaal mee eens. We gaan een geweldige 2 dagen beleven. Bedankt voor het organiseren en het verzetten van de Kings Battle. Ja. En we zien elkaar vanavond bij de Kroning. Graag gedaan. Veel plezier. Nou, je ziet, jongen, het begint al aardig druk te worden hier. Het publiek komt er allemaal al aan. Dus het is druk. Mensen die hebben er zin in. We gaan kijken wie de titel gaat winnen vanavond van de Battle Night. En natuurlijk hebben we dan morgen echt de Kings Battle. Dus dan gaan we echt even kijken hoe dat komt. De man waarvan ik al het hele jaar de naam verkeerd heb uitgesproken. Oeps, sorry, zeg hem maar even niet. Maar kijk eens wie we er ook hebben. Kijk. Alcoholic Trip met zijn onboardvideo's. Yay, hij is er ook weer. Dat wordt hartstikke leuk. Tijdens de Kings Battle mocht je helaas je verjaardag niet vieren. Dus je viert nu je verjaardag? Nou, een beetje wel, ja. Heel klein beetje. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. Kijk eens, Meijndert. Oh, ja. Kijk. Hey. We hebben er eentje. Nee, ik ben aan het filmen. Ik ben aan het filmen. Ik heb mijn handen vol. Nou, goed excuus. Dan bij deze nog hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag. Die eigenlijk tijdens de Kings Battle was. Maar we vieren nou gewoon lekker stiekem. Ja, stiekem wel. Klaar mee. Precies, doe dat. Taartjes zijn wel op. Kijk. Daar hebben we het ook weer. Hallo. En je ziet, de gemoederen zijn leuk. Iedereen is heel vroeg al hier naar het circuit gekomen. Om 9 uur stonden de eerste hier al. Terwijl de poort eigenlijk om 12 uur pas open ging. Dus dat was sowieso wel even weer bijzonder. Maar goed. Hallo. Maar goed, het was dus Hoi. Gezellig, druk en iedereen heeft hier een mooi plekje uitgekozen. En iedereen zit te wachten totdat ze dus mogen rijden. Straks om 5 uur gaan we beginnen. Dus je hebt nog tijd om deze kant op te gooien. Je ziet Kylens, die hangt er ook lekker bij. Die heeft ook lekker ontspannen. Je hangt er lekker bij. Je hangt er gewoon lekker bij, zeg ik. Oh, ik dacht Kai. Nee, hangt lekker tegen de auto van Kai. Dat moest eruit komen. Maar volgens mij kwam het er niet helemaal lekker uit. Nee. Maar ontspanning. Ja. Mooi. Ook een beetje zin erin, die titel. Hij moet nog jouw kant komen, hè? Ik heb hem al een keer gewonnen. Ja, wanneer dit dan? 2019. Oh, dat was ik helemaal vergeten. Sorry. Nou, dan moet je hem een keer terugwinnen, hè? Je wordt ouder. Ja, ik word ook al grijs. Daarom heb ik een pet op. Ik ga hem winnen. Komt goed. Succes! Nou, dat was de eerste foutje van de dag alweer. Jee, hebben we weer wat te praten. Nou, even kijken. Meneer Gerken, hallo. Hoe is het met u? Ja, best. Hoe is het met u? Ja, goed hè. Mooi. Ik ben 3 minuten aan het filmen. De eerste foutje is heb ik alweer op video staan. De eerste foutje? Dat ben ik. Nee. Nou. Noem maar weer de verkeerde naam. Maar goed, dat maakt deze video zo grappig. Toch wel een belangrijke wedstrijd deze Kings Night. De Battle Night. Belangrijk. Ja, het is gewoon een wedstrijd, misschien het wel. Ja. Zijn er kansen voor jou? Podium? Als het goed gaat wel, als het slecht gaat niet. Zult zien. Komt succes! Op. Ja, de tactische antwoorden. Als het goed gaat wel, dan niet. Dan lukt het wel, anders lukt het niet. We zien hier toch de oude auto nog van Challa Grijdanus. Blijkbaar is de nieuwe auto toch nog niet klaar. Dus, met de Kings Battle hebben we de nieuwe auto klaar. Ja. Ik kijk achterom. Ja. Ik,
Ik zie nog niet de nieuwe auto. Nee, helaas nog niet. Oeh. Er is weinig tijd. Oh, jammer. Ja. Deze auto. Maakt Charles een kans om de titel te grijpen? Als er een nieuwe bij de denk ik. Ja. Maar we gaan het proberen. We gaan het proberen. Precies. Doe dat. Succes. Ja. Dus Challe Gredaar is nog niet met zijn nieuwe auto dus. Die heeft toch nog de oude auto meegenomen. Die is toch nog niet klaar. Nou goed, dat kan gebeuren. Het is ook niet even. Het is ook best even een werkje zo'n auto in elkaar zetten. Dus het moet ook goed gebeuren. Dus ze moeten ook zorgen dat het ook allemaal op de juiste manier gebeurt. Dus je moet er ook de tijd voor nemen. En natuurlijk hier hebben we Rick Kobbers. Winnaar. Heeft gewoon een overwinning gepakt op Emmen. Eindelijk, na zoveel jaar proberen, heeft hij hem eindelijk een keer gewonnen. Dus dat is gewoon hartstikke mooi om te zien. Maar ja. En gewoon eindelijk het juk eraf. En hopen dat hij nou gewoon meer succes heeft in de finales. Ook René Polstra ook weer aanwezig met een schitterend mooi dakje. Blijft mooi hè, dat gele dak. Ja, zeker. Ja. Niet? Ja, absoluut. En hij is tenminste ook echt geel, hè? Ja. Ja, lekker. Fluorescerend geel. Ja, lekker, hè? Dus dacht ja, maar die open dit jaar ben je te bouwen. Dacht ik. Succes. Ja, René Polstra natuurlijk. Oorspronkelijk een van de oprichters van Rare Racing. Heeft natuurlijk ook eindelijk het gele dak binnengehaald. Dus altijd leuk om te zien. En ook Remco Dijkstra met zijn vernieuwde auto. Rekeurig op bij de Acon de eerste meters in die auto. Dus dat ging hartstikke mooi. En de auto van Bert de Vries. Nu eindelijk bestickerd. Ja, je ziet het niet, want iedereen zit erop. Maar bij de Acon, de dagoverwinning. Bijna de finale gewonnen. Kon net niet de finale winnaar kon hij te pakken krijgen. Maar nu mooi, eindelijk in de stickers. Dus Bert de Vries bewees toch maar weer even dat hij heel, heel snel onderweg kan zijn met die auto. Dus ziet er heel keurig, ziet dat er mooi uit. Jacob de Vries, heel snel met deze nieuwe auto. Maar het moet, kwartje moet nog even goed vallen. Nou goed, en dat komt uiteindelijk komt dat wel goed. Dus je ziet ook, als ik ook weer aanwezig. Ja. Zoveel voorbereidingstijd en dan loopt hij hier weer met stress, loopt hij weer de dag alles weer te repareren. Wat heb je vernield? Wat is een stuk? Wat moet er gerepareerd worden of nagekeken? Nee, wij zijn er altijd heel goed in om het op laatst even klaar te maken. Dan gaat het beter. Dan laat ik je heel met rust en succes. En ook Nathalie Wekema ook weer aanwezig. Gezellig. Jij rijdt ook in alles, hè? Keven, standaard, ja, F2. Alles en ja. Meer, hè? Ja. Wat heeft nou de voorkeur? Keven. Keven? Ja. Alle pk's op achtergrond, geen grip op de voorkant en de bocht omkomen. Ja, het rijdt mooi. Ja, geweldig. Mooi. We zien je weer bij de Acon. Leuk, goed. leuk. En ook Gert-Jan Klok met Team Klok natuurlijk ook weer aanwezig met de auto. Nou, die heeft weer helemaal gerepareerd. De laatste keer dat we hier waren lag die hele zijkant lag eraf. Dus dat was wel even een dingetje. Maar goed, ze zijn er ook weer. En ook Willem Zwerver hier. Ook alle rust en kanten. Nou, dan lopen we eerst even hier de titelverdediger die aanwezig is van de Battle Knight. Ja, je ziet het geweldige zwaard zie je al op de voorkant zie je al staan. Dat is de titel waar we vanavond om gaan strijden. Dit is de beker, daar gaan we het allemaal vandaag doen. Craig Finnegan rijdt vandaag en morgen en die race dan gelijk door vannacht. Naar Skegness, waar hij dan de volgende wedstrijd weer gaat rijden voor het, de qualifier van het Engelse UK Open. Dus volgens mij uit mijn hoofd. Dus het wordt een heel druk weekend. 4 races in 4 days. And a lot of miles between. A busy, busy 4 days. Standard. No, yeah, it is it's been a very busy week. We race Sheffield Monday. Repaired the car Monday night, a bit of work Tuesday, set off Tuesday night, made the boat here today and tomorrow. Hopefully if we get the boat back tonight, tomorrow night, Skegness for Lily to race for the UK Open. Yeah. So you were able to come here and unfortunately Tom couldn't make it. So you're the one and only title defender for this year.
Yeah, put even more pressure on me. Yeah. No, unfortunately, Tom is the same. He's that busy. Not 100% finished his Shale car. He's trying to get his tarmac car ready for this weekend. It's a shame he couldn't be here as well. Yeah. Seen the footage of you from the last couple of rounds in the UK. Man, you're fast. You're flying this year. So far. Yeah. It'll come to a stop one day. I wish you all the best for tonight and tomorrow, and also this weekend in the UK. Hopefully a bit of fair racing, bumper work, and maybe a good result. Yes, hopefully. Thank you very much. Enjoy. En nou ja, goed, even een paar kudo's. Mag ik even opmerken, de eerste wedstrijd bij de Acon. Tot twee rondes voor het einde in die finale nog gestreden voor het podium. Wauw. Nou, dankjewel. Ja. Lekker boom, linksachter. Ja. Dus dat kost uiteindelijk het podium, maar dik tevreden met de vijfde plek en hele zondag ging wel aardig. Ja. Dus die auto, hoe die nou gebouwd is, hij voelt beter aan? Ja, voelt beter aan. Die jongens hebben keihard gewerkt. Ja, een beetje meer aandacht aan besteed, dingen in aangelopen. Gaat wel lekker. Ja. Jij hoorde het ook, hè? Ja, tof. Ja, Dennis die schoot weer. Die was weer... Traction control, denk ik. Ja, dat zou waarschijnlijk zijn. Nee, Pascal die natuurlijk heel goed reed bij de Acon. Schitterend resultaat had neergezet. Jammer van die lekke band, dus anders had hij een hele goede kans gemaakt op het podium. 2022, de titelverdediger van vorig jaar van de Kings Battle, Lau de Vries. Nou, we hebben net al even gesproken op Piet zijn socials. Hij wil de Battle Knight wil hij dit keer winnen. De Kings Battle heeft hij dus al een keer gewonnen. En de Kings Knight, daar gaat hij echt voor. Dat is echt het dingetje waar hij voor wil gaan dit keer. En ook zoals je ziet, hij hangt er weer. Ja, de camera. Met nieuw steuntje, dus we hopen nu op beter beeld. En na dit weekend gaat de camera ter reparatie. En dan gaan we dus inderdaad hopelijk dat er dan mooie beeld terechtkomen. Kijk even meneer Volkert van Omroep Friesland ook alweer. Hallo! Oh jee! Nou, wat ben je aan het doen? Nou ja, ik ben onderweg zien dat het gebrul losgeet. Ja. Ja, hebben we lang op wachten. Dat dacht ik. Ja. Sjoen, hoe het nou gaat? Ja, ik heb er nog dan. Hey. Hey. Hoi! Hey. Even een stukje hier, hè, voor de Vriezen onder ons. Het is een geweldig programma. Natuurlijk ook hier ook aanwezig voor de titelverdediging. Een schitterende spoiler trouwens hoor, echt schitterend. Hij heeft net met Piet gepraat, dus we moeten even een beetje opletten wat Piet net gesproken heeft. Wat ik, ja, we gaan het met z'n tweeën doen. Hij doet het in Engels en ik doe het in het Nederlands. Dus Piet Stokka Racing Videos, kijk hem ook even, die doet het hartstikke leuk op dit moment. Dus die is ook bezig met pitwalk video's. Nou, daar zitten ze met z'n allen. Stilte voor de storm. Je wachtte rustig totdat je... Hoe vroeg waren jullie? Waren hier al voor 12? Nee, wij niet. Nee? Nee. 2 uur. 2 uur? Ja, ongeveer. Oh, dat scheelt weer. Ja. Dus. Maar is Wiert een beetje wel er klaar voor? Of, Ja, wachten. De auto? Ja, wachten. Tactisch antwoord, aanwachten, alles is aanwachten. Zolang de gakballen maar goed zijn. Ja, dat moet even. Precies. Hey. Ja, en ook mooi dat ze er ook weer zijn. Je kan het niet zonder ze, de ambulancedienst. Dus mooi dat ze er ook weer voor assistentie zorgen. Hopen dat ze de hele dag gewoon niks hoeven te doen. Remco Dijkstra, toch een hele mooie dag bij de Acon gereden. Ja, één jammer manch, maar voor de rest een mooie dag gehad bij de Acon. Zeker, een hele mooie dag gehad. Ja. Mooi begin van het seizoen. Daarop terugkijkend, hoe zijn de kansen nu voor vandaag? Ja, dat weet niemand. Gaan zien. We proberen door het veld heen te komen, mee te komen, uit te rijden. En dan gaan we zien. Goed, succes. Dankjewel. Tom Maris ook, ja, en die reigt op dit moment de ene podiumplek naar de andere reigt hij bij elkaar. Hij heeft echt een geweldige start van het seizoen. Dus hopen dat hij dat voor hem vast kan houden en dat hij op die manier toch weer door kan gaan. Ook Koen Maris ook vandaag aanwezig met zijn auto. En die gaat ook, die is ook echt druk bezig met de titelverdediging. Die wil ook wel eens. Want volgens mij, de Kings Battle, heb jij nog niet eerder gewonnen hier. Die staat nog op het lijstje. Ja. Ja. Ik heb nog niet eerder gehad.
Wat moet er gedaan worden om dit jaar de King's Battle of the King's Night 1 van 2 te winnen? Rustig blijven en hopen dat je... wat moet er gebeuren? Ja, hopen dat we naar voren komen. De auto is goed, dus daar ligt het niet aan. Vorige keer had je snelste tijd hier, dus als we dat een beetje vast kunnen houden, dan moet het goed gaan. Ja. Ja. Mogen we het ook nog ergens anders over hebben of nog niet? Dat is nog geheim, hè? Dat is nog geheim. Oké. Okay. Ja. Houden we dat mooi stil. Oké, Jeffrey Bigot ook aanwezig. Die gaat ook echt een gooi doen. Ja, dat is nu de nieuwe Roodakker zonder overwinning. Nou, dus Rick Wobbers dus die overwinning heeft gepakt. Hallo. Ra 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 race. Oké. En natuurlijk ook een nieuwe spoiler hier. Want ja, vorige keer hard over de dak gegaan. Dus we gaan even kijken bij Vlugge Jaapie. Ja, oh jee, daar heb je hem weer. Hey, hallo. Hoi. Nou, eerst even zuchten en dan snel omdraaien. Hey! Ja, zo gaan we echt kennen. Ja, het einde van de laatste wedstrijd hier, daar had ik niet helemaal zoals gehoopt. Nee. Was het heel veel schade of viel het mee? Oh ja, toch wel best, meer, ja, best veel schade. Wel meer dan je eigenlijk hoopt, maar het was allemaal te repareren, dus we gaan er nu weer voor. Mooi. Ja. Strijdluchtig wel. Ik moet zeggen, het is een genot om te kijken hoe je de gaatjes opzoekt. Het was even een gaatje die net wat smal was dit keer. Ja. Maar ik vind wel de rijstijl, ik vind hem wel prachtig om te zien in de F2. Dus ja, ik geniet ervan. Ja, leuk. Ja, nou, ga het proberen deze keer om weer die gaatjes te kunnen vinden. Precies. Mooi. Succes. Ja, jij ook. Ja, het beste crash, heb je het niet gezien, weet je niet meer, kijk dan even de video's van vorige keer hier op Blauwhuis terug. Daar zie je wel bij de finale dat hij dus een beste smakker meemaakte. Samen met Jan-Ouwe Veenstra. Hard over de dak, maar uiteindelijk gewoon goed en vertrouwd en gewoon veilig uit de auto gestapt. En dat is gewoon het allerbelangrijkste, dat wel gewoon gebeurt. En het is wel gewoon het belangrijkste dat de sport het goed gaat. Meneer Johan Arma. Nou, gewoon een korte vraag. Hoe schat u de kansen in vandaag en morgen? Een moeilijke vraag. Nee, ik denk het goed. We doen ons best. De snelheid was goed de laatste keer, dus ik heb er alle vertrouwen in. Mooi. Nou, dan houden we het daarbij. Succes! Kijk al. En natuurlijk, ja, even uit mijn blote hoofd, 2019. De winnaar van de King's Battle. Het is toch even een tijdje geleden, maar hem kennende wilde hij heel graag deze titel gewoon weer terugpakken. En we zien hier natuurlijk ook Mark Veenstra, ja, en die wil hem. Die wil heel graag hier in de achtertuin, in zijn achtertuin wil hij graag deze titel wil je gewoon beet pakken en proberen te pakken. Dus we zullen zien hoe dat straks gaat. Nou, en hier dus het nieuwe gedeelte sinds dit jaar. Er is al grind geplaatst, rijplaatjes hiernaast. Dus maakt het wat makkelijker om even door de pitlane heen te lopen. Je ziet het, Arjen de Wilde terug van weg geweest, heeft de auto eindelijk klaar. Had even wat langer tijd nodig om de auto gereed te krijgen. Maar hij is er klaar voor en hij heeft er zin in. En hij wil dus ook gaan scoren hier vandaag. Je zit er hartstikke mooi op. Oh, daar staat hij ook gewoon. Hij staat er gewoon heel verdekt opgesteld. De eerste wedstrijd van het seizoen. Die had even wat langere tijd nodig om de auto klaar te krijgen. Vooral met de motor, meen ik gezien te hebben. Waar nog best wat uurtjes in zaten. Ja, maar achter onderdelen natuurlijk. Dat is een vierde en een drama geweest dit jaar. Voor weinig tijd. En deze interviews heb je totaal niet gemist. Nee. Heerlijk. Nou, daar is ook de auto van Jorn Arema die we net zagen. Nou, en hier hebben we Roy Peetoom, hebben we hier, die dus een schitterende overwinning beetpakte de vorige keer hier. Even kijken. Oh ja, motorkapje. Even motorkapje even laten zien. Babyolie. Magisch spul. Wordt even speciaal schoongemaakt. Kijk. Nou, vorige keer kon je beter. Ah, de heats waren niet altijd best, maar de finale ging goed. Ja. Wordt er automatisch wel druk gelegd op je voor vandaag, hè? Oh, valt wel mee. Ik blijf altijd wel rustig, hoor. Ik maak me niet zo druk. Mooi. Succes. Alvast bedankt. De overwinning natuurlijk hier de vorige keer op Blauwhuis. Dus gewoon even kijken hoe het dit keer met hem gaat. Dan zien we Dennis met een nieuwe spoiler. Dus die heeft
De andere spoiler staat bij de spuiter. Hij gaat hem alvast rood verven, heeft hij gezegd. Dus hij rijdt vandaag met zijn oude spoiler. Zullen we zien hoe dat gaat. Deze goos liep ook nog voorbij. Ik weet nog een film te herinneren. Ik weet niet of je hem kent. National Lampoon's Vacation. Nee. Waarin de familie met de auto weggaat en ook de hond zo achter aan de auto heeft gebonden. En dan op een gegeven moment na 100 kilometer draag gekomen van... Wat is die hond stil? En dan... Ja, Bubbels mag gewoon mee in de sokken hoor. Ja? Ja, hoeft er niet af. Oké. Okay. Ik zou hem wel gewoon niet op de baan meenemen. Nee, moet me niet. Voorstellingsronde straks. Precies, nou doen we dat. Hou het daarbij. Bubbels vindt het nu nog wel leuk, hè? Tuurlijk. Ja. Oh. leuke dag vandaag. Natuurlijk. Ja, lekker straks in donker, veel stokkers, mooie races en dan lekker rondje toeren. Hoe schat je de kansen vandaag in? Want je bent een beetje zo'n lekker gevaarlijke outsider. Als de rooddakkers een keer er niet doorheen kunnen komen, maak jij toch wel een goede kans op een leuke kassering? Ja, we doen ons best. De auto is goed. De jongens doen altijd veel voor me, dus de auto is goed. Dus nou moet de coureur zijn best doen en dan hoop op het beste. Vast goed. Succes. Goed, dankjewel. En ook hier, nieuwe auto van Dogger, de 512. We kijken hoe die het gaat doen. Schitterende auto, ik vind de kleur denk ik. Ik vind een mooi bruin kleurtje zit eraan, dus leuk dat er ook weer wat andere kleuren te zien zijn op het circuit. Behalve de standaardkleuren. Die ene die er ook goed Ja, ik had echt... ik mis wat. De Stokkaart. Ja. 2 juni zijn we in een knappe trui. Wanneer hebben we hem dan thuis? Ja, er moeten nog wat kleine dingen gebeuren. Nog wat stickers erop en een beetje lach en dan zijn we zover. Ja. Wat heb je de hele winter dan gedaan? De hele winter heb je er tijd voor? Ja, best wel veel dingen aangepast. Nog 2 maanden voor mijn werk weg geweest, dus, maar gaat goed komen. Nog even wachten. En goed veel lijm gebruikt voor dat gat in het motorblok? Ja, dat hebben we ook nog even gehad, ja. Ja. Ja, ik heb nu nog Bert Friese motor erin, maar er zit ook een schot in mijn eigen motor. Dus mooi. Gaat goed komen. Zien we dan. Ja, succes. Marty Boersma is vandaag niet aan de start. Zullen we zien. Nou, dan we zitten alweer op 20 minuten alweer. Nou, de Tesla jongens, ook vandaag hier weer aanwezig. Die rijden ook gewoon echt heel veel wedstrijden. Dus dat is mooi om te zien. Ook Mark Tesla heeft zijn auto ook weer klaar. Dus die is ook weer aanwezig. Leuk dat hij ook de auto klaar heeft om weer te gaan rijden. Dus dat is fijn om te zien. Nu zo snel niet staan. En toch de schrik vlak voor de Kings Battle. De oorspronkelijke Kings Battle. Zagen we toch dat Wiebe de Friese motor opblies. Maar hij heeft zijn oude motor weer terug. Dezelfde motor mede dus op de World Final podium pakte. Die motor heeft hij dus nu weer in de auto. Dit is een motor waar hij veel vertrouwen in heeft. Dus ja, we verwachten automatisch ook veel van hem. Nou, we sluiten deze pitwalk af en dan gaan we het volgende rondje gaan we even door de Rodeo 1600 gedeelte lopen.